Goedenavond allemaal. Voordat ik wil beginnen, wil ik eerst even in gebed beginnen. Omdat ik echt absoluut afhankelijk ben van de Heer. Dus laat ons eerst even in gebed gaan. Liefdevolle Vader in de hemel en heilige, machtige God. Vader, ik wil u danken dat we hier samen kunnen zijn. Dat we zo meteen naar uw woord kunnen luisteren. Heer, en dat u ieder van ons hier bedacht heeft. O God, wilt u mij dan helpen om te delen wat u op mijn hart heeft gelegd? Heer, als het uit mezelf moet komen, komt er niks uit. Maar wilt u hier doorheen gaan werken door deze 5 broden en 2 vissen? En laat het tot zegen zijn, o God. Maar meer nog, o Heere, wilt u in ons midden aan het werk gaan? Wilt u zielen die u niet kennen, mensen die tot nu toe uw genade aan de kant hebben geschoven of die het niet durven aannemen of wat dan ook. Wilt u die personen aanraken, wilt u die personen laten zien hoe u naar hen kijkt en hoe de deuren wijd openstaan voor u. Of voor hun om naar u te komen. O God, zegen deze samenkomst en spreek tot ons. Wees in ons midden met uw geest, met uw kracht. Dat bid ik in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Even kijken, er werd me gevraagd om over 2 dingen te delen. En ik begin gewoon bij het begin uiteraard. En dan wil ik teruggaan, of eerst moet ik zeggen, ik ben christelijk opgevoed. Zoals de meesten van jullie. En vanaf mijn 12e jaar, vooral in het verborgene, ben ik langzaamaan steeds dieper in zonde geraakt en steeds meer een slaaf geworden van de zonde. Nou, dat ter inleiding. Maar ik wil nu gaan naar de 1 dag voor mijn 18e verjaardag. Ik was, zoals ik zei, ik was echt slaaf geworden van de zonde. Ik zat vol haat, ik zat vol leugen, ik zat vol lust, vol verslavingen. Computerverslaving onder andere, maar vele andere daarnaast. Ik zat echt vast in een fantasiewereld in mijn hoofd, terwijl de buitenkant nog wel redelijk mooi eruit zag. Of in ieder geval voor bepaalde mensen. En ik kreeg inmiddels met Annette verkering, dat is nu mijn vrouw, godzijdank. En die ging naar een jongerenbijeenkomst en ik ging mee. En ja, die jongerenbijeenkomst was absoluut niet godvruchtig in zichzelf. De prediking was echt, als ik de spreker hier zou noemen, dan, nou goed, dan zouden de meesten moeten lachen, om het zo maar te zeggen. En de muziek was zo extreem hard en de teksten dus sloeg echt nergens op. Maar er waren wel 30.000 jongeren bij elkaar. En maar goed, ik had al een hele tijd had ik niet nagedacht over of God zou bestaan of wat dan ook. En toen, volgens mij mis ik zelf iets. Maar goed, toen stelde ik mezelf een vraag af in mijn hoofd. Van, als er zoveel jongeren bij elkaar komen, en ze staan met de handen in de lucht en al dat soort dingen. Zou God dan toch bestaan? En ik kan niet zeggen hoe, en niet echt een zinnig woord gesproken, zeg maar. Maar op een of andere manier wist ik, God bestaat. En toen ik dat wist, wist ik ook, ik ben volledig zondig. Niet een beetje. Je hoort wel eens van die mensen die zeggen van, ja, ik zag dat ik die zonde had gedaan of die zonde. Maar het probleem was niet dat ik een zonde had gedaan, ik was zonde. En ik was echt volledig corrupt. En ik zag mezelf ook als het ware voor me corrupt. Maar het bijzondere was, en dat vind ik echt een geweldige feit, is dat mijn hart uitriep naar God. Oh God, ik verlang naar u, ik weet niet waarom. Ik ken u helemaal niet, maar ik smacht naar u, ik verlang naar u. En nou goed, dat ter plekke veranderde mijn hart. En wat ik nog weet, ik weet niet alles meer, maar ik heb gebeden. En ik zei, God, ik wil mijn leven geven. Het is waardeloos, want mijn leven is corrupt, is vies. Het is net of ik een lijk aan het aanbieden ben. Maar als u er wat mee kunt, mag u het hebben. En als u het weg wil gooien, mag u het weggooien. Maar ik wil alleen nog u. En maar goed, daar waren ze gewend om het zondagsgebed te doen. Daar ben ik absoluut geen voorstander van. Nou ja, wist ik veel. toen ben ik gegaan, maar dat gaf me wel een beeld van, hey, het is Christus die het heeft gedaan. Het is niet een bepaald gevoel of emotie, maar Christus heeft het echt gedaan. En verder termen wist ik niet. Als je had gevraagd, wat is bekering? Geen idee. Wat is geloof? Geen idee. Wat is wedergeboorte? Geen idee. Wat moet je nu doen? Geen idee. Maar toen kwam ik thuis en het eerste wat ik merkte was, ik moet het woord in. En ik heb een verlangen naar het woord gekregen wat niet meer weg is gegaan. Ik heb een verlangen gekregen naar gebed wat niet meer weg is gegaan. Maar bovenal een verlangen naar God dat nooit meer weg is gegaan.
Dus ik wil daar ook gelijk een bemoediging in leggen. Als mensen hier echt tot de Heere gekomen zijn, dat verlangen wat je in je hebt zal nooit helemaal weggaan. Nou goed. En toen kwam ik thuis. Nou goed, ik wist dus niet dat er iets moest veranderen. Maar de zonde, een deel van de zonde was al ter plekke weg. De leugens waren weg. De haat, waar ik zo vol van zat, was helemaal weggegaan. Dus dat is, goed. Ik zou voor geen goud meer terug willen daarheen. Maar dat is het eerste punt wat ik wil verdelen, hoe ik tot de Heere ben gekomen. En daarin ook de oproep neerleggen voor een ieder hier, zo die de Heere niet kent. Sowieso, wat een armzalige toestand zit je dan. Dat je slaaf bent van de zonde, dat je leeft voor jezelf. Terwijl je over een paar jaar sterft en dan sta je voor God. En dan heb je helemaal niks aan te bieden. Dus alsjeblieft, kom dan tot Jezus Christus. Hij wil je redden, hij wil je volledig zalig maken. Nou goed, dat is het eerste punt. En het tweede punt, dat is 7 jaar later. We hebben een huisgroep. En er werd de vraag gesteld aan iemand anders. Van, als je christen bent, heb je de Heilige Geest ontvangen? Heb je die ontvangen? Werd er iemand anders gevraagd. En toen ging ik nadenken. En toen dacht ik, nou, wat staat er over de Heilige Geest? Kracht, stromen van levend water uit je binnenste. Heb ik dat? Nee. Goed, dat kon ik in ieder geval niet zien. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik 9 à 10 maanden echt in twijfel zat van, dan ken ik vast de Heere niet. Want ja, als je de Heilige Geest niet hebt, dan ben je geen kind van God. Dat was een hele diepe periode. Maar het einde, en dat is het geweldige. Ik weet nog, ik zat op de fiets en er waren allerlei zonden waar ik nog aan vast zat. Van lust en computerverslaving. En ik had 1 miljoen keer proberen te breken en het lukte gewoon niet. Ik zat op de fiets naar huis van mijn werk. En ik bad, oh God, ook al stuurt u me naar de hel, dat is best, maar bevrijd me van deze zonde, want ik wil geen seconde meer verder leven zonder dit, of zonder de vrijheid daarvan. En ik wil niet meer zondigen, maar ik kan het zelf niet, dus u moet het doen. En het geweldige, en dat is echt de kracht van God zelf, is dat bij de zonde, minder dan 1 seconde, waren ze compleet weg en er was vrede in mijn hart. En ik bedacht me, die vrede ken ik. Nou goed, ik was redelijk versuft, want ik ging ervan uit dat ik verloren was. Of in ieder geval dat het niet goed met me zat. En opeens voel ik vrede en ben ik vrij van zonde. Dus naar een broeder gegaan en gezegd van, hey, dit en dit is er aan de hand. Wat denk jij? Wat is er aan de hand, zeg maar? En die broeder zei, wat jij moet doen, is dat je het Nieuwe Testament moet doorlezen. In ieder geval de evangelie. Alle versen over bekering en geloof en wedergeboorte, et cetera, opschrijven. En aan de hand van het woord zeggen of je een kind van de Heere bent of niet. Nou goed, ik was einde van Matthäus. Toen was het al duidelijk, zeg maar, dat als de Heere je leven verandert, hoe kun je dan daarover twijfelen? Dat is onmogelijk. Of is wel mogelijk, maar is niet gezond voor je. Dus, nou goed, ik wil dat delen, heel specifiek. Ik weet dat hier heel veel mensen zitten die vastzitten aan allerlei gruwelijke zonden. In ieder geval waar je zelf sowieso super smerig vindt, en God ook. Maar je kan vrij worden. En daar wil ik een vers bij lezen. Naar Johannes 8. Johannes 8, vers 34. En daar is Jezus aan het woord. En die zegt eerst, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En heel veel mensen stoppen hier en zeggen, nou, zwaar en ik heb gezondigd, ik ben een slaaf van de zonde. En ik ben een slachtoffer. Maar dan gaat Jezus verder. En die zegt, en de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. En dan de kernvers. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. En dat wil ik ook als bemoediging neerleggen hier zo. Als je een christen bent, je hoeft niet in de zonde te leven. Je hoeft niet. Je bent geen slachtoffer in dat opzicht meer. Dat hoeft niet. Jezus kan je bevrijden als jij tot hem komt. Gewoon met het vertrouwen van, Heere, u heeft beloofd dat u het zou doen. Ik kan het niet. Help. Dat is genoeg. Nou goed, daar wil ik jullie mee bemoedigen. En nogmaals, als iemand de Heere niet kent, alsjeblieft kom tot hem. Amen. Oh, nog 1 ding. Mochten de mensen, want dat hadden we gisteren gezegd, dat ze geklapt zouden, of toen werd er geklapt, het werd er gezegd om het niet te doen, maar nu zijn er daggasten, dus ik denk ik herhaal het. Alsjeblieft niet klappen.